Karen Damen deed het regelmatig. Haar verdachte bellen en whatsappen tijdens de opnames van The Masked Singer om te zien of ze antwoordde. Tine Lambrechts vindt het een heel goede tactiek, maar vertelt aan het laatste nieuws dat ze het zelf nooit gedaan heeft. Wel heeft ze buiten de opnames een vriend in aan de tand gevoeld. Uiteraard wil ze niet verklappen over welk pak het gaat. Ik ben stout geweest en heb heel direct gezegd, hey, en dan sprak ik die aan met de naam van het figuurtje. Ik wilde gewoon zien hoe die reageerde. Het lijkt erop dat ze de juiste persoon verdacht, want ze moet zeggen dat ze op dat moment wel wat wijzer is geworden. Toch was het niet voor herhaling vatbaar. Ik heb dat maar één keer gedaan, en ik voelde mij daar achteraf heel rot over, klinkt het.